Het jaar komt bijna tot zijn einde en dus is het tijd om te kijken naar de beste smartphones van dit moment. In deze video kijken we naar de beste budgettelefoons die maximaal €250 of iets meer kosten. Dat een goede Android-telefoon helemaal niet zo heel veel hoeft te kosten wist je waarschijnlijk al, maar ook in 2021 zijn een boel fijne goedkope smartphones verschenen. Ik heb er 5 op een rijtje gezet en die bespreek ik in willekeurige volgorde met je, dus laten we gauw beginnen. Als je de beste specificaties wilt voor weinig geld, dan moet je bij de Poco X3 Pro zijn. De smartphone heeft namelijk een supersnelle processor, de Snapdragon 860, en die doet eigenlijk niet zo heel veel onder voor telefoons die 3 of 4 keer duurder zijn. Elke app en game draait vloeiend en daarnaast heb je ook veel opslagruimte, namelijk 128 GB. Ook fijn is dat de Poco X3 Pro een hele grote accu heeft die makkelijk een hele dag meegaat en ook snel oplaadt. Die snelle oplader zit gewoon in het doosje en daarmee kun je in ongeveer een uurtje de telefoon volledig bijvullen. Minpunten zijn er ook. Zo is de software best wel druk en dat zal lang niet iedereen fijn vinden. Ook de camera's zijn niet geweldig. De Poco X3 Pro heeft er maar liefst 5, maar geen 1 is echt goed. Daar kunnen we echt mee leven, want de telefoon is verder gewoon uitstekend. Samsung bracht dit jaar een heleboel betaalbare toestellen uit en een van de fijnste daarvan is de Galaxy A22. Dit is de opvolger van de A21s van vorig jaar en hoewel dat toestel niet echt de moeite waard is, is een opvolger dat juist wel. De telefoon is vooral erg compleet en krijgt lang updates, dus je kan er lang mee vooruit. Het design is netjes, het scherm ziet er aardig uit en de batterijduur is juist uitstekend. De camera's zijn niet geweldig en de hardware is snel, maar niet de snelste, maar dat zorgt er niet voor dat de A22 een miskoop is. De Moto G60S van Motorola onderscheidt zich heel duidelijk door 2 dingen, het scherm en de oplaadsnelheid. Het scherm heeft allereerst een hoge verversnelheid van 120 Hz en daardoor wordt alles heel vloeiend weergegeven. Het display is daarnaast lekker groot, 6,8 inch en ook scherp. Misschien nog wel belangrijker is dat de Moto G60S supersnel oplaadt. Het toestel heeft een 50 watt oplader en dat zien we in deze prijsklasse eigenlijk nooit. Het is een groot voordeel, want hierdoor hoef je nooit te wachten op een volle smartphone en ben je in rap tempo weer naar 100%. De Redmi 10 van Xiaomi is ook een goede budget smartphone en met een prijs van €169 ook erg goedkoop. Het toestel is niet super spannend en vooral heel degelijk, maar hij scoort ook nergens een onvoldoende. Daardoor is hij stiekem best een aanrader. Duidelijke pluspunten van de Redmi 10 zijn het scherm, het design en de accuduur. Een minpunt is de software, want Xiaomi past Android behoorlijk aan en dat pakt eigenlijk niet zo heel erg goed uit. De hoofdcamera van 50 megapixels is daarentegen wel goed, maar daarmee kun je zeker voor deze prijsklasse mooie foto's maken. Tot slot willen we ook de Oppo A54 5G noemen. Dit toestel van Chinese komaf heeft vooral een erg goede batterijduur, maar ook andere fijne features. Denk bijvoorbeeld aan een viervoudige camera met een prima hoofdcamera en groothoeklens. De processor is lekker snel en ondersteunt ook 5G, al heb je daar op dit moment niet zo heel veel aan in Nederland. Het scherm is ook in orde en heeft een hoge verversnelheid van 90 Hz, maar vooral opvallend is het design. De Oppo A54 heeft een behuizing met allerlei felle kleurtjes en dat ziet er mooi uit. Als je meer wil weten over de 5 besproken smartphones in deze video, ga dan eventjes naar Android Planet via de linkjes hieronder. Dan kun je naar de toestelpagina's en reviews die we hebben geschreven om daar meer informatie te checken. Ook zie je daar wat de telefoons op dit moment kosten. Bedankt voor het kijken, like deze video ook en tot volgende week.